Goedemiddag en welkom voor weer een nieuwe videopodcast vanuit de Red Hat Ingram Micro Studio. Vandaag hier te gast Wilfred ten Oude en Andreas Dijkman van Axians Open Source Plus. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel. Volgens mij de allereerste videopodcast ooit? Voor mij de allereerste podcast. Volgens mij heet dat zo. Inderdaad, het is de eerste keer. En voor Andreas? Ja, voor mij ook. En hoe voelt dat? Spannend. Beetje wel, ja. Beetje wel. Maar we gaan er het beste van maken. We gaan er wat leuks van maken. Ja. Nou, voordat we beginnen en voordat we naar de titel gaan van de podcast, misschien even een voorstelrondje. Wilfred. Wilfred de Oude dus. Axians Open Source Plus. Wij werken vanuit Groningen. En wij doen eigenlijk open source dienstverlening op Linux containerplatformen en databases. Oké. Okay. Andreas? Ik ben Presence Consultant bij Axians Groningen. En ik ondersteun Wilfred bij de technische vragen. Oké. Okay. Nou, perfect. Dankjewel. Nou, laten we meteen eens teruggaan naar de titel van de podcast. We hebben het over waarom containerplatformen. Kun je daar wat meer over vertellen vanuit Axians Open Source Plus? Ja, jullie hebben ons de vraag gesteld van, nou, waar willen jullie het over hebben? Het moet over Red Hat gaan, het moet over open source diensten gaan. Nou, wij vonden containerplatformen een heel plezierig onderwerp, omdat wij merken dat er heel veel vragen leven bij onze klanten over containers, containerplatformen. Wat is het nou? Wat doet het nou? En moet ik daar wat mee? Het leeft gewoon. Ja. Dus wij vonden het leuk om het daarover te hebben. Ja. Okay. Andreas? Ja, het gaat dan ook vooral om een stukje efficiëntie, schaalbaarheid en flexibiliteit. Een stukje efficiëntie dat niet alles altijd maar gebruikt wordt, alles altijd maar aanstaat. Dat je gewoon goed gebruik kan maken van zo'n containerplatform. Een stukje schaalbaarheid van als ik meer nodig heb, kan dat dan makkelijk? Nou, dat kan. En een stukje flexibiliteit. Waar kan ik het draaien? Kan ik het in cloud draaien of on-premise? Dat is allemaal... Ja, precies. Dus je probeert een beetje... De containers is nog een begrip wat nog niet iedereen goed begrijpt en goed snapt. Zeker niet in de IT. Hè? In de transportwereld is het anders, maar in de IT is het nog een onbekend terrein. En eigenlijk wat jullie doen is dat toegankelijk maken, consumeerbaar maken voor jullie klanten. Je hebt gelijk. Het is nog een onbekend begrip. Het begrip op zich niet, maar wel een onbekende techniek. Wij proberen het wel zo te brengen dat het niet heel spannend is. Nee. Dan maakt het in de IT gauw spannend. Maar uiteindelijk is het te vervolgen op ontwikkelingen die al eerder zijn geweest. We gingen eerst ook van één grote omgeving naar een gevirtualiseerde omgeving. Nou, eigenlijk is dit de stap die daarna komt. En wat wij wel zien, is dat steeds meer applicatieleveranciers met containerapplicaties aankomen. Dus klanten gaan er wel mee te maken krijgen. En dat is wel de reden waarom wij daar wel veel rugbaarheid aan proberen te geven. En ook wel proberen uit te leggen. Ja. Wat is Open Source Plus? Ja, Open Source Plus is een afdeling binnen Axians. En wij hebben ons echt gefocust op open source dienstverlening. En dan met name op Linux dienstverlening, containerplatformen en databases. En dan databases specifiek PostgreSQL, dus de open source variant. Dus dat doen we echt vanuit onze tak. Oké. Okay. En ben je daar de enige in binnen de Axiansgroep? Binnen de Axiansgroep zijn wij de enige die daarin gespecialiseerd zijn. Die keuze is ook bewust gemaakt. Wij geloven heel erg in focus. En die focus doen wij wel vanuit het noorden, vanuit Groningen. Ja. Maar dat is wel echt de tak van sport waarin wij ons bewegen. En daar ook veel plezier in hebben. Ja. kan ik me voorstellen. Hey, en waar komt die naam Open Source Plus vandaan? En waarom heb je dat... Hoe heb je het zo opgetuigd? Open source, het woordje zegt het eigenlijk al. Hè? Ja. Dat is wat wij doen. En de plus is eigenlijk voor de toegevoegde waarde die wij leveren op open source. Okay. Dus eigenlijk heel simpel. We dachten, we zoeken een leuke naam die wel lekker backt. Dus een open source en de plus variant voor alle toegevoegde waarde die wij kunnen bieden op de diensten. En zo zien we dat ook. Hè? Daar zullen we het vast nog wel over hebben. Waarin wij de toegevoegde waarde zijn op Red Hat. Toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Toegevoegde waarde binnen Axians voor wat wij doen. Daar staat de plus voor. Oké. Okay. En heb je die plus omschreven in services? Heb je dat gestandaardiseerd, gecategoriseerd? Wij zien die plus wel echt als inderdaad de aanvulling op de diensten die er zijn. Dus daar hebben wij inderdaad een heel verhaal bij. Dat ga ik nu niet helemaal toelichten. Maar het klopt wel inderdaad, dat zit vooral op de services kant. En want daar hebben onze klanten vaak behoefte aan. Ja. Oké. Okay. En interessant bruggetje. Als je dan naar de techniek kijkt, Andreas, waar zie je dat jullie klanten tegenaan lopen als het gaat om platformen? En... Ja, toch het beheer van die platformen. Want vaak wordt het gebracht vanuit een leverancier. Een applicatie die moet ergens op draaien op een containerplatform of op Linux. En dan worstelen de klanten vaak mee.
En dan zijn wij er om die aanvullende dienstverlening voor die klanten te doen. Om dat stukje beheer weg te nemen bij hun, die zorgen. Oké, maar dat is specifiek gericht op beheer. Besteed je ook nog aandacht aan projectmatige zaken waarbij je je klant helpen op een korte termijn helpen? Of is het alleen maar altijd op basis van een beheercontract in de... Nou, het liefste werken wij dat wij een project krijgen. Ja. En dat wij het project draaien samen met de klant. Dat de consultants daar over de vloer komen. En dat wij ook vanuit het project zijnde direct voorsorteren op het beheer. Want we willen met het project de klant helpen. En daarna ook de klant ontzorgen. Door het beheer daarna over te nemen. En dat hoeft de klant helemaal niks meer te doen. Okay. En hoe zorg je ervoor dat jullie zelf op de spleet zijn met de technologie? Want het is natuurlijk het verandert snel, er gebeurt veel. Ja. Zeker ook als we even kijken naar het Red Hat portfolio. We hebben veel nieuwe aankondigingen weer gedaan tijdens Red Hat Summit. Hoe gaan jullie daarmee om? Veel met die projecten bezig zijn. Omdat elke keer als een nieuw project komt, ja, dan komen de klanten ook weer met nieuwe producten. En daar moeten we onze dienstverlening dus op aanpassen. Dus ook constant maar weer in die projecten mee te draaien. Blijft op die manier ook wel de kennis op peil, maar ook om inderdaad mee te doen aan de Red Hat Summit. Red Hat Tech Day zijn we ook geweest. Ja. En op die manier ook aandacht aan die kant te besteden. Ja, precies. Behalen van onze certifications. Ja. Belangrijk, hè? Nee, maar daar wordt best veel tijd en aandacht aan gegeven. En nieuwe mensen die we aannemen, ook vaak gelijk een goede introductie. Ook vaak met de certificaten aan de gang laten gaan. Omdat ze op die manier toch ook veel leren. Ja, dat wordt veel tijd in gegeven, ja. En vanuit de commercieel perspectief, Wilfred, hè, welke business challenges zie je bij jouw klanten waarin jullie zeg maar op basis van Open Source Plus een antwoord kunnen geven? Nou, wel een deel ook wat Andreas aangaf. Veel klanten worden momenteel overvallen door applicaties die toch een open source achtergrond hebben. Daar is vaak de IT-afdeling of niet op ingericht of er is gewoon geen tijd voor. En daar vullen wij eigenlijk dat gat wel. En, je vroeg net even, doen we ook projectwerk? Nou, je noemde even, de ideale situatie is natuurlijk van wij doen het project, we mogen daarna beheer doen. Ja. Maar wij worden ook wel bij problemen gewoon ingevlogen. Wij hebben iets staan, die applicatie is er eenmaal. Onze leverancier heeft het ook neergezet. Het is niet meer up-to-date. We weten eigenlijk niet zo goed wat we mee moeten. We hebben de mensen ook niet meer. Of de mensen hebben dat kennisniveau niet, want ze hebben het al moeilijk genoeg met alles wat er nog meer moet gebeuren. Je kunt ze ook niet kwalijk nemen, want er moet heel veel gebeuren. En daar vullen wij dat gat heel erg in, inderdaad. Ja. Okay. Hoe ziet jullie klant eruit? Wat is de ideale klant van Axians Open Source Plus? Dat is een moeilijke vraag, hè? Bij vertical heb je segmenten waarin je specifiek focus hebt? Heb je misschien een bepaalde klantgrootte? Nou, wij merken wel, wij moeten het wel van de plusklant hebben. Het moet wel een bepaalde grootte hebben. Die ideale klant is heel moeilijk te omschrijven. Wij kijken altijd wel van, is een klant open source minded? En wij hebben wel gemerkt van ja, als een klant echt closed source minded is, ja, dan heeft het gewoon niet zoveel zin om lang in gesprek te blijven. Dus het moet open source minded zijn. Het moet graag vooruit willen. Maar het moet ook openstaan voor een stukje inbreng van onze collega's. En als een klant echt zegt van ja, maar ik weet het altijd allemaal beter en voer het maar uit zoals wij denken dat het moet. Dan zul je gauw zien dat wij niet echt de juiste match zijn. Wij willen graag meedenken in de problemen die er zijn en hoe we dat kunnen oplossen. Zit dat specifiek in een segment? Wij merken dat met name in de public er heel veel vragen zijn momenteel. Wij zien dat er in de industrie veel open source vragen zijn. Dus is dat die ideale segment? Dat weet ik niet, maar we zien wel dat er veel vragen zijn. Ja, precies. Oké. En heb je daar nog... Profijt van het feit dat je onderdeel bent van een grotere groep? Zie je al ook vanuit de andere business units zeg maar, de vraag komen naar jullie? Ja, daar hebben wij heel veel profijt van. We hebben het niet voor niets ook binnen onze groep Open Source Plus genoemd. Zodat het ook binnen de groep heel duidelijk is van, hey, die doen wat met open source. Mijn collega's krijgen gewoon veel vragen. Hey, wij hebben een open source issue. Kunnen jullie daar wat mee? Jullie doen dat. Dit zijn de vragen. Kun je mijn klant daarbij helpen? Dus ja, daar hebben wij veel profijt van. Ja. Okay. Nou, voor ons natuurlijk heel fijn dat jullie het standaardiseren op Red Hat. Als je nou kijkt naar containerplatformen, Andreas, hè, daar is best wel veel keuze. Uiteindelijk hebben jullie heel permanent die keuze gemaakt voor OpenShift. Ja. Kun je daar nog wat over toelichten? De integratie van OpenShift met alles wat er omheen zit en het testwerk wat Red Hat doet, dat het echt een stabiel platform is, dat is voor ons wel echt de toegevoegde waarde. Wij zien wel vaak dat de minder open varianten
daar zit een uitdaging in. En dit is toch wel open source. En dan kun je dus ook makkelijk kijken of je nou wil of niet. Je kan ook terugvallen op Red Hat. En dat is wel prettig in deze situatie. Want je kan kijken, maar het hoeft niet. Nee, precies. Dus je ervaart de ondersteuning die we daarop bieden. Die, ja, zeker. Als we nou kijken naar los van de platformen die we hebben met Linux en met Ansible en met OpenShift, door jullie alle drie al geaccepteerd in jullie standaard offering. Hybride cloud is hip en happeningen. We roepen dat al jaren natuurlijk, dat de klanten in een hybrid cloud motie gaan leven. Hoe kijken jullie ernaar? Ja, dat zien we ook wel. Want we zien ook wel dat klanten eerst in de cloud gaan zitten, maar dan er toch achterkomen dat het niet altijd handig is om alles in de cloud te hebben. Dus dat je een stukje toch wel weer terughaalt naar on-premise. Maar dat die keuze er is, waar je het neerzet, dat is wel heel prettig in veel situaties. Want ja, soms moet je dat gewoon doen. En Wilfred, kunnen jullie ook in die omgevingen kunnen jullie vanuit jullie dienstverlening dat voor de klant ondersteunen? Ja, ik merk dat, je zegt het terecht, hè, die vraag is er veel. Nou, wij merken dat ook. Ik denk dat zelfs een van onze grotere krachten is dat we op beide fronten kunnen helpen. We hebben zelf een datacenter, we kunnen ze helpen met eventuele Azure-achtige diensten. Maar je ziet, hè, wat Andreas ook zegt, steeds vaker dat niet alle applicaties altijd lekker werken in de cloud. Of er een deel juist on-premise moet vanwege scanners in de industrie bijvoorbeeld. Ja. En dan is een OpenShift platform is juist heel prettig, omdat die heel mooi twee kanten op kan gaan. Dus hybride is wel denk ik ook wel de weg waar we toch nog steeds op zitten. Ja, precies. Ja. En we hebben het nu nog steeds over infrastructuur, cloud-infrastructuur, ja. Jullie of op dingen. Tot waar gaat jullie dienstverlening en waar ligt de ambitie om de dienstverlening? Ga je ook klanten helpen in het applicatieve deel? Of zeg je van nou weet je, dat gaan we op een andere manier inrichten? Of werk je daar misschien samen met andere partners van Red Hat? Wij helpen klanten ook op het applicatieve gedeelte. We krijgen ook vaak de vraag om het technisch applicatiebeheer te doen. Mm-hmm. En dan focussen we ook op het open source stukje. Ja? En vaak is het van een klant heeft een applicatie en die moet hij installeren vanwege een aanschaf. En dan kunnen we hun vaak bij helpen om de technisch applicatiebeheer te blijven doen. En dan kan de klant zich focussen op wat in de applicatie leeft. Ja, precies. Ja, wij zitten niet in de applicatie. Dat is echt voor de applicatieleverancier of voor de mensen van het bedrijf zelf. Ja. We helpen ze inderdaad wel waar nodig met deployen. En als ze echt een applicatie nodig hebben, dan doen wij het vanuit Groningen. Doen wij het niet vanuit Open Source Plus. Maar we hebben wel binnen Axians een aantal afdelingen die ze daar prima mee kunnen helpen en daar ook bij helpen ondersteunen. Ja, precies. Dus vanuit Axians doen we dat wel. Ja, precies. De klant kan wel profiteren van de bredere ecosysteem van Axians. Ja, ja, wij werken veel samen met verschillende business units om inderdaad één systeem te maken waar nodig. Specifiek vanuit Groningen doen we dat niet. Maar we helpen ze graag verder vanuit de hele Axians breed. Ja. Ja, precies. Mooi bruggetje denk ik naar toegevoegde waarde. Hadden we het net al, jij refereerde er in het begin al eventjes aan. Hoe zie je de toegevoegde waarde van Red Hat in de dienstverlening die jullie uiteindelijk opgetuigd hebben? Nou ja, Andreas noemde het net al eventjes. Hè. Je kunt altijd terugvallen. Kijk, wij geloven heel erg in open source. Het is niet voor niets open source, hè, open source plus. Maar we hebben ook bewust voor jullie gekozen. Nou, dat is niet voor niets. Nee. Wij merken wel, er zijn technisch voordelen om bijvoorbeeld met Red Hat te werken, maar wij merken ook wel aan de organisatorische kant dat de voordelen zijn. Nou, heel simpel, zodra een IT-auditor bij grote organisaties komt en je zegt van ik werk met open source, dan wordt hij toch vaak een beetje nerveus. En dan zegt hij toch van ja, maar hoe heb je dat dan met updates gedaan, met uitrollen, hoe heb je de koppelingen in controle? Op het moment dat er dan gezegd wordt van ja, maar wij gebruiken wel open source, maar we gebruiken Red Hat, een soort beschermde versie van open source. Hè, laag eromheen. Dan wordt zo'n auditor vaak toch al een stukje minder nerveus. Dan zegt hij, oké, nou, dat is goed nieuws. Laat me dan even het update schema zien en dan weet ik dat in controle is. Dus eigenlijk vanuit de organisatorische kant merken wij daar grote voordelen. Jij noemde het al even vanuit de technische kant. Dingen zijn gewoon uitgezocht, geregeld, klaargezet. En dat maakt het gewoon eenvoudiger. En jij zei zelf, hè, we hadden net de auto ook even over. Ja, het wordt klaargezet voor je, maar je kunt eventueel nog wel met de open source code kun je ook nog aan de slag. Ja. 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 Het voordeel ook is dat het open source is. Dan kan de hele wereld er ook naar kijken. Dus als er dingen zoals beveiligingslekken worden gevonden, ja, die kun je zelf oplossen. Maar je hebt er wel een partij achter staan die het voor je oplost en goed test. En ook heel snel aanlevert, zodat je ook zelf niet gedwongen bent om direct actie te ondernemen. Maar je kan het aanmelden en je kan het zien, ze zijn ermee bezig en
de oplossing is snel geleverd. Ja, precies. Dat is onderdeel van de subscription services die we leveren, de support die we leveren, de patches die we leveren en dat soort dingen allemaal. Je denkt, ik vul het nog even aan. Nee. Ja, nou ja. Wel belangrijk, denk ik, want het geeft nou, wat jij zegt, hè, en dat roepen wij ook altijd, en ik ben blij dat jullie het bevestigen. Uiteindelijk geeft dat peace of mind. Hè? En jullie kunnen je klant geruststellen van luister, we doen het op basis van deze technologie en er zit een organisatie achter dat op het moment er iets is, dan weten we zeker dat er support is. En als je iemand belt, dan krijg je een antwoord. In dit geval bellen ze jullie en jullie bellen ons. Maar... Ja, en vanuit beheer is het voor ons ook fijner. En wij proberen zoveel mogelijk onze klanten op hetzelfde platform te krijgen. Ja. Dus de klant weet ook gewoon, hey, ik ben niet de enige. Als er een issue is, zij weten precies wat er speelt. Ze hebben er verstand van. Het is niet smaak A bij de ene, smaak B bij de andere, smaak C bij weer een andere. Het is gewoon één platform waar wij verstand van hebben. Ja. En dat standaardisatie is voor ons prettig, maar uiteindelijk voor die eindklant ook prettig. Omdat hij gewoon weet, hey, daar hebben ze verstand van. Ja, precies. En of het nou om een grote klant of een kleine klant gaat, ja, het probleem is overal hetzelfde. En je kunt ze gelukkig overal hetzelfde mee helpen. Ja, precies. Op een gestandaardiseerde manier. Dat maakt natuurlijk ook vanuit de operational efficiency voor jullie weer interessanter. Ja, ja. Ja, wat uiteindelijk voor de klant ook weer interessanter is, hè? Oh, je rekent op de zeggen. Wij zorgen dat we goed in de markt blijven staan, zeker. Hey, vanuit ons gezien, de toegevoegde waarde van Axians en specifiek Open Source Plus natuurlijk heel belangrijk, hè? Want wij schalen niet, hè, vanuit een service perspectief, vanuit een pre-sales perspectief. Dus we zijn heel blij met dat we onderdeel zijn van Open Source Plus, laat ik dat vooropstellen. Wat hebben we nou samen? Misschien een vraag voor jou meer dan voor Andreas, maar vul hem aan als je wat dingen hebt. Wat is nou de value proposition waar je echt mee de markt op gaat? De combinatie Red Hat, Open Source Plus. Nou ja, ik noemde net al eventjes de waarde zoals ik zie dat Red Hat kan zijn voor een organisatie. Nou, die benoemen wij ook vaak wel. Je wil graag open source, maar hou er rekening mee. Een stukje extra beveiliging vanuit Red Hat is voor ons belangrijk. Mensen kennen Red Hat echt ook wel al vanuit het Linux-hoek. Ja. Maar dat is prettig. Want als je dan probeert uit te leggen voor een containerplatform gebruiken wij ook Red Hat, gebruiken we OpenShift voor. Hetzelfde zoals je al gewend bent, zoals we dat altijd al met Linux hebben gedaan, dan snappen ze dat. Dan hoef je dat niet zo uit te leggen waarom je per se OpenShift wil gebruiken in plaats van echt een open source variant. Ja, ja. En die propositie samen maakt het wel voor ons altijd heel sterk. En wij, nou, nogmaals, wat wij net vertelden over inderdaad een stukje extra uitzoekwerk, het stukje extra beveiliging wat je hebt omdat dingen al getest zijn en klaarstaan en er updates rondes zijn. Ja, zeker een IT-manager die snapt dat. Dat hoef je niet uit te leggen. Als je dat zo uitlegt, zegt hij, ja, prima. Begrijp ik. Ja, precies. Hey, als je nu kijkt, het partnership hebben we al een tijdje. De naam Open Source Plus bestaat ook al een tijdje. Heb je misschien een voorbeeld van een mooie klantcase waarvan je zegt, van, nou, daar hebben we echt onze expertise kunnen aantonen. Zonder dat je misschien klantnaam hoeft te noemen. Maar misschien heb je een voorbeeld van een klantcase? Ja, we hebben bij een stukje hybrid cloud geïmplementeerd bij een klant die met fabrieken werkte. Die hadden eerst een groot ERP-systeem en die zat in de cloud. Okay. Maar daar kwamen ze achter dat het handig is om toch wat in de fabriek zelf te hebben staan. Dus daar hebben we een stukje OpenShift neergezet in de fabriek zelf. Mm-hmm. En daar wordt dagelijks aangestuurd vanuit de cloud richting de systemen in de fabriek. Die daar draaien en daar kunnen ze ook dan direct de orders verwerken. En als er wat meer moet zijn, dan wordt het aangestuurd naar de fabriek zelf met de systemen die daar on-site staan. Oké, dus eigenlijk is de business daardoor, is er versnelling plaatsgevonden van de business? Voor die... Ja, want de applicatieleverancier, die verpakte de applicatie in een stukje container. En dan is het makkelijk, of het nou in de cloud staat of in de fabriek, het draait op het containerplatform. Oké. Nou ja, dat is een mooi voorbeeld van een case in een fabriek. Hebben we nog andere cases, Wilfried? Wij doen bij een grote overheidsinstantie. Die helpen bijvoorbeeld van hun on-premise OpenShift-omgeving naar een Azure Red Hat OpenShift-omgeving, okay. Naro omgeving. Daar doen we een stuk consultancy. Is wat minder echt het beheer, maar wel een stuk kennis. Waarmee, want je voelt net projectwerk, een stukje kennis toevoegen aan de juiste stappen nemen. Want je ziet vaak dat zo'n organisatie natuurlijk zo'n stap maar één keer neemt. En die wil toch proberen te voorkomen de valkuilen die bij die ene stap horen. Nou, daar kunnen wij juist een beetje helpen van, nou, hou er rekening mee dat dit er gaat gebeuren. Zorg ervoor dat dit voor elkaar is. Doe je onderzoek goed. Nou, dat zijn de dingen die wij ze prima bij kunnen helpen. Dus dat gaat verder eigenlijk dan alleen maar het technische deel, waar Andreas dan met name focust, ook rondom de processen. En... Klopt. Oké. Klopt. Ja. Ook een stukje workload assessment.
Dat er niet te veel ingekocht wordt, dat het niet te duur wordt voor de klant en dat de juiste oplossing gekozen worden in een cloud. Want een cloud is toch anders dan een stukje on-premise. Ja, ja, precies. Precies. En het cost management, dat soort dingen, ligt dan wel nog bij de klant? Of nemen jullie daar ook de verantwoordelijkheid voor als de klant dat... Nee, nou, het voorbeeld wat ik net in gedachten had, dat is dan helemaal bij de klant. Publieke sector. Dus daar hebben wij gelukkig geen... Maar kost is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel voor veel klanten. Daar wordt natuurlijk wel over gesproken. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor het voorbeeld wat Andreas net noemde. Ja, daar wordt ook gekeken naar van, ja, hoe kunnen we toch zorgen dat het een beetje in controle blijft allemaal qua kosten. Je voelt net ook aan de voordelen. Hè? Waarom werkt een klant vaak met containers? In het geval van de klant met die industrievraag. Die heeft behoefte aan snelle aanpassingen. En met name die containerapplicatie zorgt ervoor dat dingen gewoon snel aangepast kunnen worden. Op basis van de vragen die de business heeft. Ja. En wij hebben dan de applicatie niet gemaakt. Wij zorgen dat het platform goed draait, dat allemaal in orde is. Maar wij weten wel wat voor applicatie erop draait en waarom dat ooit gekozen is. En dat is met name een belangrijke reden geweest. Ja, precies. En kun je daar al, ben je al nadenken over een stukje referentiestelling? Zou dit de opmaat kunnen zijn naar een volgende industriële klant? Nou, we gebruiken dit voorbeeld veel. Ja, dat klopt. Dus ja, zeker. En dat geldt ook voor wat ik net noemde. Maar ja, wij gebruiken vaak onze voorbeelden juist, de dingen die we gedaan hebben. Gebruiken we heel vaak inderdaad naar andere klanten toe van dat hebben we daar zo gedaan, dit is hoe we het doen. En dan leeft het ook meer, hè? Want het is natuurlijk voor veel mensen nog best wel een abstract onderwerp. Dat hele containerplatformen. Mensen, ja, er zijn nog steeds mensen die denken aan containers op schepen en op treinstellen. Veel IT'ers niet meer. maar wij zien natuurlijk wel dat nog, voor veel is het nog een onbekend begrip, omdat het eigenlijk nog echt in de applicatiehoek zit. Applicatieleveranciers zijn er allemaal mee bezig, maar de eindklanten nog niet echt. Dus die zijn ook nog wel een beetje zoekende van, ja, wat betekent dat nou voor ons? Ja. Maar zodra je voorbeeldcases gaat geven, en dat doen wij dan graag, dan is het ook begrijpelijker. En zo ingewikkeld is het uiteindelijk niet. Het is alleen een andere vorm van IT die je moet snappen, hè, waar we dan mensen voor hebben. Ja, precies. En met de klantcase kun je ook gewoon heel goed kijken wat de ervaring die je hebt opgelopen, dat je die gewoon kan uitdragen naar nieuwe omgevingen en nieuwe klanten. Ja. Want dan spreek je vanuit ervaring en niet vanuit een whitepaper of uit een theoretisch stukje. Ja, ja. Hey, misschien tot slot nog een derde klantcase waarvan je zegt van, nou, die is nog wel de moeite van het benoemen waard. En daar hebben we toch iets specifieks gedaan. We hebben een klant geholpen om de applicatie die door een leverancier is gemaakt te laten draaien op OpenShift, zodat ze juist kunnen gebruik maken van dat OpenShift-platform, dat stabiele platform wat eronder zit. Okay. De leverancier die had er wel moeite mee om het in OpenShift aan de gang te krijgen. En daar hebben we een stukje bij geholpen. Was nog niet gecertificeerd op OpenShift als dusdanig? Weet ik zo niet, maar het is wel... Ze hadden er moeite mee om het op het OpenShift-platform aan de gang te krijgen. Daar hebben we hun bij geholpen. En nu draait het er perfect op OpenShift. Dus nu kunnen ze het of naar de cloud of on-premise neerzetten waar ze willen. Ja, precies. Hey, voor ons is de uitdaging altijd, zeg ik altijd, op het moment dat we OpenShift verkopen als Red Hat zijnde samen met partners. Die eerste applicaties, die vinden we altijd wel. Maar die tweede en die derde, dat is altijd. Hè? Want het platform is belangrijk naarmate de applicaties erop landen. Wat heb je daarvoor ingericht om de klanten daarbij te helpen? Je hebt straks al even gehad over applicatie assessment. Is dat iets wat je commercieel verpakt? Dat is een lastige vraag. Hè? Nee. We helpen klanten wel. We denken graag met ze mee. Maar dat is inderdaad een uitdaging. En we hadden het net even over die klant van jou. Hè? Daar heb je een soort deployment-dienst heb je op een gegeven moment gemaakt. Hè? Waarmee je de klant gaat helpen. Jij hebt dat OpenShift-platform. Wij gaan jou eigenlijk helpen al jouw applicaties die op containers worden aangebracht te laten deployen op jouw platform. Die hoek hebben wij wel echt ingezet. Echt het op zoek gaan naar containerapplicaties, dat is niet iets wat bij ons past. Kijk, die klant is op zoek naar een bepaalde applicatie om zijn business goed te laten lopen. Ja, precies. En dat zit niet helemaal in wat wij doen met Open Source Plus. Maar nogmaals, wij hebben binnen Axians wel weer andere clubs die dat heel goed kunnen. Dus als een klant daar een vraag over heeft, dan helpen we ze vaak verder. Joh, ga even met mijn collega die en die in gesprek. Die vaak ook wel weer in containers bouwen overigens. Dus dan worden ze prima verder geholpen. Ja. Wij vanuit Open Source Plus doen het dan niet. Maar binnen Axians is dat keurig voor elkaar. Oké. En waar liggen de ambities? Hoe groot zijn de ambities voor Open Source Plus? Ja, dat is een goede vraag. Ja, bij mij liggen ze heel hoog. Maar dat komt ook omdat ik echt wel zie dat we aan het begin staan van hele mooie dingen.
Dus ik verwacht eigenlijk ook aan de containerkant dat er nog heel veel applicaties gaan komen. Linux is natuurlijk al veel meer ingebed, maar daarin zien wij ook dat er steeds meer klanten zijn die dat zelf niet meer willen doen. En als je praat over databases bijvoorbeeld, zien wij ook dat er steeds meer mensen vanuit die closed source naar open source toe willen. Dus ik denk dat wij echt aan het begin staan van heel veel mooie dingen nog. Dus waar het echt eindigt, dat durf ik je niet te zeggen. Maar dat daar nog een groei aan onze kant, maar ook aan jullie kant, maar ook aan veel andere open source bedrijven zit, daar geloof ik zeker in. Ja. Oké. Nou, daarmee zou ik het graag willen afsluiten vandaag. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel Wilfred. Dankjewel Andreas. Ja, bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Volgende keer weer een uitzending van Red Hat vanuit de Ingram Micro Studio.